van de beste vloggers. Lusten jullie wat lekker? Nou, daar gaan je druifjes. Iemand gewoond? Hier kan je toren bouwen. Ja, weet ik. Wauw. Duwen we dan een beetje aan. Wauw. Het is zo mooi als dit. Zo eventjes weg. Aandacht. En dan gaat ze heel hard iets laten zien. Mooi hoor, liefie. Ik zie een paprikaatje. Wij zijn de Wellinga's, familievloggers. En mijn meisjes die zijn al op met papa. We hebben een lekker krikkertje met smeerworst. En vandaag is het alweer donderdag. Dus jullie gaan lekker naar school met Luan. En jullie gaan jullie feest vieren. Ja, jij, papa. Jij bent Indonesië in de klas. Weet je, vandaag is een korte dag. Nee, vandaag is de lange dag. Oh, met juf Paula. Ja, de lange dag met juf Paula. En jij gaat het land Indonesië vertegenwoordigen met je klas. En Luan die vertegenwoordigt China. Maar nou vroeg ik me af, eet jij ook Chinees op school? Of moet ik voor jou wel een broodje smeren met fruit? Want Luan die eet Chinees, bami. Maar kijk, maar meester Plus, hij eet eerst zijn eigen eten op. Ja, dus voor jou wel een maken. Nou, dan gaat papa jou de schooltasjes klaarmaken, hè, Luxie? Ja. Nou, het wordt weer een heerlijke donderdag. Luxie gaat vandaag ook naar het kinderdag verblijf. Ook lekker spelen met de kindjes. Maar kijk vandaag weer. Gezellig met ons mee. Kijk, ze staat gewoon los, zie je dat? Zo. Wat wel even leuk is te laten zien. Ik heb de schooltasje klaargemaakt voor Luan Michel. Oké, okay, Luan vandaag mee. Natuurlijk zijn logopedieschriftje. Een beker met water. Een beker met limonade. Een lekkere banaan. En Luan, hey, hier in die banaan hebben we de fop voor juf zitten, hè? Die je gisteren hebt laten zien. Ja, dus daar gaat de juf foppen. De banaan, de fopbanaan. Een bord, ja, want Luan, jij gaat Chinees eten. En dan hebben we dit voor Lucilla. Ook weer een beker water, een beker limonade, druifjes, bestek, haar bordje en ook weer haar vriendenboekje. Nou, nu even lekker ontbijten. Daar is ook mama. Goedemorgen, mama. Lekker geslapen? Heerlijk geslapen. Zin in het dagje uit bij papa? We gaan weer lekker chillen in de klas. Ja, alle kindjes lekker naar hun school gaan. Nou, Woezel, wil jij even het ochtendgebedje zeggen? Ja. Zeggen Woezel en Pip samen amen in blaf blaf variant, ja? Blaf blaf! De laars aan, de jassen aan, de honden uitlaten. Veel plezier op school, kinderen. Ik heb even mezelf gemaakt. Nee, grapje. We zijn weer thuis. Dat was een raar special effect. We zijn herboren. Ja, we komen uit de sauna. We hebben weer heerlijk ons samen relax momentje gehad. Ik heb mijn schoongemaakte sporten nu aan, want ik moet vanavond naar de boksen. Ja, je moet straks eens sporten. Dus ik doe me gelijk aan. Want ja, vanuit de badjas hier het huis in. Ja, ik kan niet in de badjas de kinderen van school gaan. Ik moet schoongemaakte sporten nu aan. We gaan nu de auto in. Eerst Lucilla. Nee, eerst Luxie ophalen van de kinderverblijf. Doe je dan raar? Dat feest. We gaan eerst Luxie ophalen van het kinderdagverblijf en daarna Luan en Lucilla van de basisschool. Dus we hebben ze gemist. Komt u maar mee. We gaan mee. In 3, 2, 1. Hallo, ga je mee de kindjes halen? Ik ga mee vliegen. Dag. Ja, daar is het weer. Ja, dikke pleum. Lekker gegeten ook. Goed gegeten, goed gedronken. Ja, gespeeld. Echt gezellig. En lachen. Ja, dat kan ik zeker. Hij is ook gezwaaid. Ik zie het. Want we hadden het gezwaaid. Ja. En ik stond daar, dus ik ging zwaaien. Ze is in het spiegel. Ja. Ze zwaait nu echt gisteren ook. Ik liep door de supermarkt en ik was zwaaien al die mensen toch aan mij. Maar ze zwaait nu in mij. Die zet gewoon naar haar terug te zwaaien. Ze zwaait toen naar iedereen. En ze heeft nog gepet. Luxie. Een tulpje. Een tulpje. Een tulpje gemaakt. Een tulpje. Dat vond je wel leuk, hè? Schatje. Nou. Hartstikke goed. Luxie, warm welkom. Wat een woezelen Pipje meegenomen voor jou, hè? Ik ga mee in de auto, hè? Ja. Ja, die had je gemist. Kom maar, gaan we in stoeltje zitten? In het stoeltje en Luan en Lucilla halen. Pippa! Hallo! Lucilla, waar is Voezel? Daar! Waar is Voezel? Daar! Voezel! Daar is Voezel! Of het lekker Chinees eten? Heb je het leuk gehad? Lucilla heeft geen Chinees eten gehad, maar ik wel! Indisch eten, toch? Ja. Appie, had je geen eten mee dan? Nee. Oh jee. Ik dacht dat je ook eten had op school. Nee, mijn mama, maar weet je,
laat je hem gewoon mijn boterham smeren. Oh, dat is maar niet van ik ging wel Chinees eten. En okay. Het was gezellig, joh. Was dat leuk? Ja. Daar is Luan. Hey. En daar is Luxie. Kijk, Luxie zwaait de hele tijd. En daar is Lucilla en Luxie. Kijk, zwaaien. Zwaaien. Ja. Ik laat hondjes even goed uit. Want die hebben de hele tijd niet gewandeld. Wie zijn hier weer thuis? Luan en Lucilla. Hoe was het op school, jongens? Leuk. Ja? Ja, en je kijkt hier nog heel erg leuk, want dit is heel grappig. We hebben het blad van Dylan binnengekregen. Dat is het blad van Dylan Hagen, zoals jullie wellicht weten of kennen. Want, ik weet niet of jullie het nog kunnen herinneren, papa die heeft Daniel heeft een tijdje een kort interviewtje gehad voor het Dylan Hagens blad. Dus wij staan hier ergens in. Zullen we zitten gaan kijken? Ja. Waar staan wij in? We eens even gaan zoeken. Het ging over de Feed Awards. Zoek de Bellinga's. Kijk, wat grappig. Leuk, hè? En wie is dat dan? Die we hebben gezien. Ja, Marit. Marit. Heel goed. Ja. Dat is Marit. Mooi, hè? Ja, grappig, hè? Ja, hier. Ja. Grappig, hè? Hier staan wij in. Zie, dat zijn wij met dit leuke stukje geschreven. Grappig, hè? Wat staat er? Dat wij de winnaars waren van vorig jaar, van Feed. Van de beste vloggers. Superleuk stukje dus in het blad van Dylan, daar. Dat stukje. Dus dankjewel, Dylan. Heel erg leuk stukje. Wat gebeurt er in de keuken? Wat gebeurt er in de keuken? Ik kon bijna wel breken. Oeh, ja, ja, dat is een echt jouw serviesje, hè? Ja, dat is echt glad. Dat is, steen. Ja, nou ook niet steen. Wat is het eigenlijk? Ik weet het niet. Breekbaar. Laten we het breekbaar houden. Wat is Luxie aan het doen? Hey, Luxie heeft het leuk gehad vandaag op kinderdagverblijf, hè? Ze had heel leuk gespeeld met de kindjes, zei de juffrouw. En ze heeft een heel mooi schilderwerkje gemaakt. Leuk, Luxie. Ja, dat moest nog even drogen, dus dat hebben we nog niet meegenomen. Hm? Lusten jullie wat lekkers? Ja! Ja? Zullen we wat lekker snoepen? Even kijken, wat hebben we hier in de overvolle snoepkast? Een paaschocolade dingetje. Lus je die? Oh, ze heeft ook de paasen eitjes. En Luan die neemt een muffintje, hè? Ja. Lekker muffintje. Nou, dat mag wel, hè, na de drukke schooldag. Ja, maar... Krijg je hem niet open? Nee. Even helpen? Ja. Hey, wat heb je op je hand? Wat? Andere hand. Een sticker, omdat ik hulpje was. Oeh, was jij hulpje vandaag? Ja. Leuk, jongen. Wat ga je doen, Luan? Iets lekkers maken. Wat ga jij maken, jongen? Oh, dat zien jullie zo. Ik zie het ook wel. Hij heeft een chocolademuffin. Ja, leuk! En dan gaat hij druifjes opzetten. En dat is ook nog een soort van gezond. Hij heeft trouwens even een andere broek aangedaan net, want zijn broek was nat. Wat was er gebeurd op school? Nou, ik was per ongeluk in een plas. Was je in een plas water gevallen? Ja. Oh, oké. Okay. Dus ik heb even een nieuwe broek aan. Oké. Okay. Wie komt daar aangekropen? Wie komt? Oh, die lust ook het druifje wel. Ah, ze wil ook een druifje. Nou, daar gaan je druifjes. Ja, die kan ze trouwens al best wel goed opeten. Het is ook een klein druifje. Maar... Ik wil jullie wat leuks laten zien. Wij verzamelen altijd onze fanmail die we dan ophalen. Die verzamelen we altijd hier in deze fanmailbak. Hier zit allemaal post nog van jullie binnen. Overigens, het fanmailadres staat onder onze vlogs. Daar kun je post heen sturen als je dat leuk vindt. Mooie tekeningen, kaartjes, briefjes. Altijd heel erg leuk om wat van jullie te krijgen. Het is overigens niet ons thuisadres. Wij gaan de posten ophalen en dan brengen we het weer naar huis. En zetten het in deze mand. En dan verzamelen we het een beetje. Gezondheid! En als we dan best wel wat hebben, dan maken we daar één grote fanmailvideo van. Zoals jullie die wellicht van ons kennen. Maar soms krijgen we ook pakketjes opgestuurd van bedrijven. En die sturen dat dan... Die hebben dan geen mailcontact gehad met ons. Maar die sturen dat gewoon naar ons fanmailadres toe, zeg maar. Dus ik maak ook regelmatig wat pakketjes open waarvan ik niet zeker weet. Zoals bijvoorbeeld deze. Weet ik niet zeker of dit nou van een bedrijf is of van gewoon fanmails. Dan maak ik het soms wel eens open. En ik maakte dus deze open van de week. En ik vond het gewoon zo lief. We hebben een tijd geleden hebben we jullie verteld dat we voor de kinderen de vitamintjes aan het sparen waren van de Lidl. En er was te zien in dat Luan heel graag de prei wilde hebben. En ik deed deze open. Hij had dus niet de prei, want Lucilla was volgens mij aan de beurt. Ik weet niet meer precies wat het was. Maar dan deed ik deze open, Lu. Kom eens kijken. De prei! Maar is die voor mij? Ja.
Dat denk ik wel. Kijk, er zijn een kaartje staat erbij. Dus een fanmail. En die hebben ze voor jou gespaard, hopelijk, hè? Luan staat erbij. En er zijn een kaartje. Ik had in de vlog gezien dat jullie misschien helemaal geen 4 vitamintjes haalden qua spaartijd. Dat vond ik best zielig. En daarom deze vitamine. Heel veel plezier. Liefs aan jou van Bo. Dankjewel, Bo. Echt heel erg lief. Het vitamintje. Dat hebben ze dus voor jou gespaard. En van, nou zag ik dus ook nog wat meer liggen hierin. Wat had ik nou nog? Oh ja. Dit hebben we ook opgestuurd gekregen. En het was open. Soms gebeurt het ook wel eens dat als je alleen maar iets opstuurt waar alleen maar een verpakking omheen zit. Die is van mij. Dat hij open gescheurd. Dus ik zag dit. Ik dacht, nou, die is zo even leuk. Die is voor jou. Die is dan even leuk om in de vlog te geven. Dan heeft Lucilla ook wat om open te maken. En ja, hij was toch wel een beetje open. We laten het alsnog wel zien in de fanmail. Ja, laat me kijken. Die hebben ze voor jou opgestuurd. Elsa. Is dat Elsa? Oh, een Elsa tasje. Dat is leuk. Er zit misschien een briefje bij. Laat eens kijken. Wat zit er allemaal in? Oh. Een Elsa kaartje. En een briefje. Mama zit te lezen. Een Elsa kaartje. Ja, mooi, Luxie. Luxie, oké, dat vind ik ook wel leuk. Ja. Even kijken. Dit is van... Dat is de naam. Ik kan alleen niet goed lezen wat je naam is. Maar super, dankjewel. Lucilla vindt het heel leuk, schatje. Amand. Ja. Ik zag nog wat. Dit tasje zat er ook nog in. En ik dacht, nou ja, we hebben nog niet iets voor Luxie dan. En ik had hem al even opengemaakt. En dit is een super leuk broekje voor Luxie. Ja. Dat is voor jou, schatje. En het komt goed uit, want het is ook maatje 80. En dat is nou precies net het maatje wat ze nu draagt. Dus die kan je ook aan. Kijk. Ja, en dit is ook wel heel grappig. Dit is een heel leuk verhaal. Dit is van twee speentjes. Ook van een meisje die onze vlogjes kijkt met dit briefje. En dan ga ik ook even kijken. Dan ga ik even lezen. Kijk. Dat meisje heet Suze. En de mama kwam naar ons toe en die zei, ja, Suze die wil haar speentjes geven, want ze is oud genoeg. En nu wil ze haar speentjes doorgeven aan Luxie. En toen heeft ze die speentjes van haar aan Luxie gegeven. Ja, super schattig nu. Hij is er mee. Ja. Oh. Ja, het zijn gelukkig wel schoongemaakt hoor. Maar nee. Dat is dus het speentje van Suze. Suze die was al 3 stond erin. Even kijken hoor, een heel leuk briefje erbij. Ik ben Suze van Lente en 3 jaar oud. Ik vind dat ik nu groot genoeg ben zonder mijn speentje te slapen. Ik vind het heel leuk om naar jou op televisie te kijken. En omdat jij nog iets kleiner bent, mag jij mijn speentjes hebben. Dit is dus een soort manier geweest van haar moeder, denk ik. Vermoeden wij van, om zo af te komen van de speentjes voor Suze. Om mijn speentjes door te geven aan Luxie. Ja, super, super schattig natuurlijk. En Luxie, ze heeft ze echt overhandigd aan Luxie, want we kwamen haar tegen. Dus Luxie heeft nu echt jouw speentjes, Suze, als je dit ziet. Luxie is er heel erg blij mee. Ik hou ook wel van speentjes. Ja, je vindt het ook leuk om te spelen met speentjes, hè? De rest van de fanmail laten we zien in een fanmail video. Een speciale fanmail video. En dan gaan we alles weer helemaal voor jullie uitpakken en zien. Wat zeg je? Van de 350.000. Ja, als we ongeveer 350.000 hebben. Dus deze mand zetten we weer terug bij ons in de gang. En zien jullie weer terug verschijnen in een fanmail video. Het truitje. Zo, Luxie heeft een soepstengeltje. Luxie, waar is jouw soepstengel? Waar is jouw soepstengel? Daar. Waar is jouw soepstengel? Daar is jouw... Ja, daar is jouw soepstengel, hè. Voor Luxie? Ze heeft een hele goede dag gehad op het kinderdagverblijf, zeiden ze. Ik moet zeggen dat het nog altijd een beetje best wel huilen is als we haar 's ochtends wegbrengen. Maar ze zou, nou, voordat jullie de deur uit waren, was zij alweer stil en ging ze gewoon weer lekker spelen. Ze heeft ook een heel leuk verfwerkje gemaakt. Het eten gaat goed. En ze lacht heel veel, zeiden ze. Dus echt super blij om te horen natuurlijk dat het ook op het kinderdagverblijf steeds beter met haar gaat. Ja, scheetje. Ik heb je zo gemist. Hey, zullen we wat leuks gaan doen, kinderen? Ja. Wat zullen we gaan doen? Wat zullen we gaan doen deze regenachtige middag? Zal ik eens kijken of er even wat leuke dingen bij de kast hebben liggen? Zal ik eens even kijken wat we nog bovenop de kast hebben liggen? Ja, zand. Wat wil jij? Zand. Wat, zand? Ja. Wat voor zand? Die roze zand. Roze zand? Ja, de bovenop. Roze zand? Wil je met je zand spelen? Ja, kijk. Kijk. Kan je daarbij?
Daar kan je nou niet bij. Mama even helpen. Kom maar. Ja, jou even erop. Mama erop. Goed, mama gaat op het stoeltje staan. Dus hoog genoeg. Even kijken, we hebben... Niet op het tenen. Even kijken hoor jongens. Sil, bedoel je dit? Oh, gaat het goed? Ja! Oh, kijk uit! Oep. Niemand gewoond? Nee. Oké, okay, jongens, bedoelen jullie dit? Ja! Willen jullie dit doen? Mama, ja? Dan moet jij wel mee. Ja, nou, dat is wel leuk. Dit heeft Lucilla gekregen van Disney voor haar verjaardag. En het is van dat Magic Zand. En dan kan je zo'n heel groot super zand staat erop. Kom mama. Ja, kom. Wel aan de tafel zitten, want als dat zand op het kleed valt, dan ben ik nog verder van huis. Dan hebben we hier allemaal vormpjes. Er zit zo'n supersand bak bij. Alleen je hebt twee grote pakken met supersand met één kleur. En dan heb je een paarse. Alleen er zit niet een apart bakje bij. Ik neem aan dat dat niet bij elkaar moet. Dus dan zullen we eerst het zand even hierin doen. Mama, kun jij dit er dan in? Ja. Nee, alleen jongens, even voor de veiligheid. Luxie mag dit niet hebben, oké? Okay? Ja. Het lijkt wel klein. Ja. Oeh. Het lijkt wel dat je... Oeh, dat is echt heel gek. Nou, kijk eens, ik heb hier het paars mee. Ik ga niet de mond doen, hè, Liefie? Ja, maar niet de mond doen, dat is heel gevaarlijk. Stel ook iets anders. Zo, gaan we het zo neerzetten, zo. Luxie er net niet bij kan. En dan kun je hier kan je toren bouwen. Goed? Mooi, Luxie. Mooi, Luxie heb ik even dit gegeven. Dan kan ze daar ook mee spelen. Het kopje thee, doe maar het kopje thee. Doe maar een kopje thee. Goed zo, Luxie. En een slokje drinken. Slokje drinken. Oeh, lekker, lekker, lekker. Nou, dan wordt hij flink getillet. Oh, Lucilla. Wat mooi. Kijk, het voelt als klei, maar het voelt ook weer als deeg. Ja, ik weet niet. Het is een heel aparte substantie, dit. Nou, afhalen. Wauw, mooi. Ik ga het zelf maken. Dit lukt jullie na. Nou jongens. Probeer wel het zand op de tafel te houden. Oep, wat was dat? Oh nee, hij is niet kapot. Moet je, je moet iets meer zand proberen erin te doen. Dan blijft hij beter zitten. Kijk, dit is... Hey! Kunnen jullie samen ook een heel groot kasteel maken? Nou. Dan moet je alles bij elkaar zetten. Kijk, mama kan wel even helpen. Dit is een vormpje. Dat is noemen we de fundering. Daar doen we dan wat in. Zo. Kijk, daar stopt mama dan heel veel in. Zo. Zo, heel mooi ook met één hand. Zo, die duwen we dan een beetje aan. Mama, kan je dit doen? Ja, kijk, en dan zet hem zo neer. En tada! Ja, heel leuk dat de kinderen het iedere keer in en uit zo'n vormpje doen. Maar het is natuurlijk de bedoeling dat ze een heel... kasteel gaan bouwen. Dus ik heb even het voorbeeld daar neergezet. Dan kunnen ze het goed zien. En ik heb ze al verteld dat dit is wat je kan bouwen. En dit zijn alle vormpjes. Kijk, deze is bijvoorbeeld dat stukje. En deze is, even kijken, dat tussenstukje. Dan heb je, dit is de trap. En je hebt dit, is dat. Er zijn alle vormpjes. Die horen bij elkaar. Dus als we er allemaal stukjes van gaan maken, dan kunnen we het zo in elkaar bouwen. Goed? Ja. Mama, jullie even helpen. Ik vind hem wel echt al super, super mooi. Nou, ik vind die mooier. Ja, maar dat is het plaatje. Die is altijd mooi. Ja, Luxie, wat vinden we ervan? Vind je het mooi? Ja, mooi hè, liefie? Ik vind het wel heel goed. Heel goed gedaan. Nou, mama die gaat even opruimen. Ja, het is het kasteel weer, hè? Helemaal plat.
met de grond gelijk gemaakt. Zie je dat? Mm. Ah, was wel leuk, hè? Ja. Terwijl de kids weer even verder daar een filmpje kijken en Luan die gaat er even met de stoelen spelen, ben ik even de laatste restjes van dat super zand uit opruimen. Maar ik moet zeggen, het is finest voor je stofzuiger. Dus wat ik eerst even doe, is ik heb het grappige kindersetje van de kinderen. En dan veeg ik eerst eventjes al die grote stukken af. En die doe ik dan zo eventjes weg. Voordat ze in de stofzuiger belanden. En de stofzuiger, die andere stofzuiger ook naar de Filistijnen gaat natuurlijk. Haha. Die ene die is al niet helemaal niet goed. Dus eerst eventjes dit zo opruimen. Dan even de stofzuiger eroverheen halen. En als het goed is zie je er dan niks meer van. En al het zand is opgeruimd. Ik moet zeggen, het is wel altijd... Het is wel lekker zand om te voelen en zo, zeg maar. Je kunt er wel leuk mee spelen. Alleen je moet het niet overal tussen krijgen. Het is er gelukkig allemaal opgeruimd. En wat Luxie dus heel veel doet op het moment is gillen. Dit dus. Echt niet normaal hard gillen. Het is ook weer een fase, jongens. En we proberen haar ook echt wel te corrigeren. Zachtjes. Zachtjes. Niet zo gillen. En ze doet het gewoon omdat ze ook wel wat wil zeggen, zeg maar. Omdat ze of plezier heeft of wat het ook. Of ze wil je aandacht. En dan gaat ze heel hard. Doet gewoon pijn in de oren. Zo hard gaat ze gillen. Dus dat is niet altijd even fijn. Maar goed, het hoort er ook weer bij. En ja. Wat ga je doen, Luxie? Wat ga je doen, schatje? Het zachtjes, hè? Niet zo heel hard gillen. Zo. Lucilla die is hier mooie tekeningen maken. Ze had nog wat druifjes gepakt. Oh, mag ik niet kijken? Mag ik niet spieken? Kijk, Luxie. Oh, dus Luxie, niet in de haren. Niet in de haren. Dus doe maar aaien. Doe maar aaien, liefie. Kom maar. Gaan we weer lopen. Ja. Dag. Daar gaat Luxie weer. Daar gaat Luxie weer. Luan is ook lekker aan het spelen. Die heeft hier allemaal stoelen neergezet. En ik heb geen idee wat het is. Wat ben je aan het doen, Lu? Nou, kom eens dan. Ja. Moet je wel gaan zitten. Ja. Moet ik hierop gaan zitten? Ja, als jij dat wilt. Oh, wat is dat dan? Waarom heb je die stoelen zo neergezet dan? Gewoon. Wat is dit? Oké. Okay. Nou, ik wil je iets laten zien. Ja. Ik heb hier een papiertje, hè? Ja. Zoals Bellinga fankaartje. Ja. Ja. Dan doe ik het op de achterkant. Dus ja. Beter. Dan... Doe dit. Weet je dat je die kant op gaat? Oh, ja. Dan moet je. Mooi, Olivier. Dat mag je nog niet zien. Dat mag je nog steeds niet zien. Oeh, hij wordt wel mooi, die beer. Ja, terwijl de kinderen even lekker nog aan het spelen zijn, ga ik beginnen met avondeten. En ik heb vanavond heerlijke van die kippendij dingetjes. Wat krieltjes, doppetjes en worteltjes. Nee, geen kippenpootjes, kippendijtjes. Dat is ook heel erg lekker. Kippenstukjes. Kijk, dit zijn kippendijtjes. Die had ik ook op stroom. Oh ja? Oh. En ik heb er nog van die lekkere snoeptomaatjes en paprikaatjes en komkommertjes bij. En dat vinden de kinderen altijd wel lekker om zo op te eten. Dus dan doe ik ze ook nog eventjes wat van in een bakje. Maar eerst eventjes de kippetjes in de pan. Boter had ik er al in gedaan. En zoals jullie zagen is hij al een beetje warm. Zo. En dan gaat hij, hè? Paprika. Dat is paprika. Lekker? Ja, dat is lekker, hè. Oh,
die is klaar. Komen jullie aan tafel? Och, papa is een meisje. Oh. Oh, lekker knuffelen. Lekker knuffelen. Paasje in galop. Hop, hop, hop. Paasje in galop, lop, lop. Duimpjes omhoog, vergeet niet te abonneren. En op ons belletje te klikken. En we zien jullie graag morgen in de vlog. Tot morgen. Voeg je hart, boem, boem, mee. Wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem, boem, mee. Geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, boem, 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 mee. Dans mee en blijf niet staan.